We hebben gisteravond vernomen dat het dorpshuis ook moet sluiten. Wat vind je daarvan? Ja, dat is natuurlijk jammer, maar het is wel noodzakelijk. En ja, vanzelfsprekend volgen we de maatregelen. Dus dat betekent voor de SUS, dat betekent Stichting Het Geest Senioren, dat er geen activiteiten zijn met ingang van morgen 5 november tot en met woensdag 18 november. En dan hopen we weer op 19 november open te mogen, tenzij de maatregelen verlengd worden. Ja, en heb je enig idee hoe je na deze periode dat weer op gaat pakken dan? Nou, we hopen dan weer van start te kunnen gaan met de activiteiten en dat de mensen toch weer willen komen. Wat we meemaken is dat er een aantal mensen zijn die zijn heel blij van dat we open mogen en die komen heel graag. Nou ja, nou komt iedereen graag, maar er zijn toch ook mensen, ja, die zijn wat voorzichtig en die komen in deze periode eventjes niet en die willen wachten tot de tweede golf voorbij is. Wij hebben net vernomen dat het dorpshuis ook 2 weken dicht moet. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, het hoort er gewoon bij. Maar ja, ik vind voor de mensen zoals Hero, we houden allemaal keurig netjes afstand. Zo hebben we het vanaf het begin af aan gedaan. Maar ja, de regering zegt allemaal 2 weken dicht. En dus dan doen we dat maar. En de activiteit die er vandaag is, gaat die na die 2 weken gewoon weer verder? Dat hopen we, als het allemaal weer gewoon gaat. Dat ze zeggen dat we weer mogen koersballen, laat ik het zo zeggen. Dan gaat het gewoon weer door. Maar dan houden we het ook weer netjes allemaal op afstand voorlopig. Dus dat is gewoon, we moeten het gewoon wel doen. We hebben gisteren gehoord dat het dorpshuis ook moet sluiten de komende 2 weken. Wat vind je daarvan? Nou, op zichzelf genomen is dat een hele goede zaak. Want kijk, we moeten die besmetting toch even de kop indrukken. Maar voor de mensen zelf en vooral voor kindervoorstellingen is het een heel triest geheel. En het is, we doen er alles aan om dat eventueel door te laten gaan. Zaterdagavond hadden we nog een hele mooie voorstelling van Persoon van de Loos. Ook zonder publiek. Triest voor de spelers, want het is heel zwaar. Maar die is ook nog doorgegaan. Maar nu, op dit moment, is alles over. En we hopen er het goede van dat we over 2 of over 3 weken misschien weer wat kunnen ondernemen. Ja, en er stonden van het weekend ook nog activiteiten gepland voor kinderen. Hoe gaan we daarmee om? Nou, die kindervoorstellingen die worden geannuleerd, want we kunnen er geen publiek in hebben. En dat is een triest geheel. Jammer. En eventueel een livestream, is dat nog overwogen? Is nog niet overwogen, want de verzoek van de regering is om alles te sluiten. En daar moeten we ons toch aan houden, vind ik, om deze hele pandemie toch een beetje de kop in te drukken.